Mijn naam is Marjolein van Zomeropleidingen. Dit is mijn eerste videovlog wat ik graag met jullie wil delen. En de videovlog gaat over het thuiskomen in jezelf. In je kracht staan, bij jezelf zijn en ook daar vanuit kunnen handelen. Maar dan niet vanuit een methode, maar echt vanuit je kern, echt vanuit je flow. Maar goed, om dat eerst helder te hebben, denk ik dat het goed is om te kijken wanneer ben je dan niet thuis bij jezelf en wat is dan thuis bij jezelf. Ik denk dat het goed is om voor jezelf te kijken van hoe ziet mijn dag eruit? Goed om te zien van wat doe je op een dag? Je bent druk met je werk, je bent druk met kinderen, je bent druk met je partner, je bent druk met allerlei hobby's die je hebt in je leven. En overal en iedereen en alles wil je aandacht geven en de ballen in de lucht houden. En wat ik gewoon merk vanuit mijn opleidingen die ik geef, dat veel mensen daar moeite mee hebben. Dus dan is er heel veel gebeurd op het eind van de dag. En dan denk je, maar welk moment was er dan voor mezelf? En waarin was ik dicht bij mezelf? En doe ik de dingen die ik wil doen? Om daar naar te kijken, is het goed om te zien wat dan dus thuiskomen bij jezelf is. Of thuis zijn bij jezelf is. En zelf vind ik dat het mooiste om te beschrijven, denk ik, is een moment in je leven op een dag. Dat je voelt dat alles goed is. Dat je voelt dat het rustig is. Dat je merkt dat er geen gedachten zijn. Geen emoties. Dat alles is wat is. En dat kan je misschien merken bij een zonsopgang, een zonsondergang. Als je houdt van hardlopen, tijdens hardlopen dat je tot rust komt. Er zijn veel mensen die mediteren, die tijdens de meditatie voelen dat er niets is, dat er stilte is. Dat thuiskomen in jezelf, dat is voor velen nog wel herkenbaar. Die zeggen van het is gewoon dicht bij mezelf zijn en dat voelt goed en waar gewoon alles loopt, maar dan gaat het om het thuis blijven bij jezelf. En wat ik al zei, met de social media en alles wat er gebeurt op een dag, alle verplichtingen naar je kinderen, naar je partner, je hobby's, alles wat je doet, kan je die aandacht nog wel eens verliezen en zul je merken dat die momenten van het echt dicht bij jezelf zijn, beperkter zijn. Dat thuiskomen bij jezelf gaat het dus over om daar dus te blijven. Wat is dan belangrijk? Dat je met drie elementen rekening houdt. Is dat je ziet dat je emoties niet bent, maar hebt. Dat je ziet dat je je gedachten niet bent, maar hebt. En dat je ziet dat je je lichaam niet bent, maar hebt. Dan denk je misschien, dat is logisch. Dat klopt ook wel. Maar uiteindelijk komt daar heel veel van uit voort en besteden we daar ongemerkt heel veel aandacht aan. Onderzoeken wijzen namelijk uit dat we 60.000 gedachten per dag hebben, waarvan er zo'n 40.000 negatief. Ook zijn er weer onderzoeken uit voortgekomen dat je jezelf dus ook ziek kunt denken, jezelf ook beter kunt denken. En dat die gedachten dus best wel van invloed zijn op hoe wij ons voelen. En dat je daardoor ook onnodig lijden kunt creëren. Het gaat er dus om bij thuis zijn bij jezelf, is dat je daar dus bewust van bent en dat onnodig lijden loslaat. Wat ik al zei, je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties en je bent niet je lichaam. Die pijlers zijn heel belangrijk. Want die drie elementen maken eigenlijk dat wij weggaan bij onszelf. En zelf ben ik altijd al van de metaforen. De studenten die mij kennen binnen de opleiding, die weten dat inmiddels ook wel. Maar ik vergelijk dat altijd wel met een perron. En zie het als een perron. Als jij thuis bent bij jezelf, dan ben je op een station op het perron. Op het moment dat je meegaat met een gedachte, meegaat met emoties of meegaat met je lichaam, pijnen die je ervaart, dan stap je in een trein. Hoe vaak stap jij op een dag in een trein? En hoe vaak ben je op dat perron? Dat is goed om daar bewust van te worden. En in die treintjes stappen heeft ook te maken met afweermechanismen. Je zou kunnen zeggen dat
thuis zijn bij jezelf gaat over in je essentie zijn. Zijn wie je in wezen bent. Vanuit liefde, vanuit licht. Natuurlijker zijn. Hoef je niks voor te doen. En al die afleidingen die maken dat wij weggaan bij onszelf. Nou, het is goed om te zien dat daar dus afweermechanismen bij horen. En dat ontstaat bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld een discussie hebt met iemand waarbij je je gaat verdedigen. Nou, dan kom je in een afweer, maar eigenlijk ga je dan ook weer weg bij jezelf. Dus je, zoals in Engels noemen ze dat movements. En dat betekent dus dat je ook in een van die treintjes meegaat en identificeert met gedachtes, met emoties, met je lichaam. Nou, het is goed om daar dus ook steeds meer naar te kijken. Gedachtentreintjes bijvoorbeeld, dat je een overtuiging hebt, dat je het niet goed genoeg doet, die misschien niet eens van jou is, maar die je hebt opgepikt in de loop van de jaren. En op het moment dat er iets gebeurt op je werk, of in je omgeving, waarbij je dat gevoel weer krijgt, voordat je het weet zit je weer in een heel verhaal. Zit je in een hele discussie. Nou, die drie movements gaan er dus over dat je gaat zien van hey, maak ik een beweging naar iets toe. Dat is towards noemen ze dat. Maak je een beweging van iets af. Dat is de flight of de defense mechanisme is dat je tegen gaat vechten. Nou, die drie bewegingen zijn heel belangrijk om te zien voor jezelf. Van hey, waar ga ik nou in? En ben ik nou me aan het versmelten met iets anders om pijn eigenlijk ook op een bepaalde manier te vermijden? Om aandacht te krijgen, om leegtes op te vullen? Ga ik tegen iets vechten meer? Waarbij je dus afweren creëert in argumentatie? Of ga je op de vlucht? Dus letterlijk met je aandacht ergens heen, dissociëren of gewoon negeren. Ook heel simpel. Nou, die drie mechanismes, die drie movements ook wel, die hebben we in de loop van de dag eigenlijk heel veel. En het is goed om daar eens bewust van te worden. Dus die drie movements in verband met die drie stukken wat ik al zei, hè, emoties, gedachten en je lichaam, die drie gecombineerd met die drie, maakt dat je steeds bewuster in je dag kunt staan en bij jezelf kunt zijn. Dus mijn advies is om bijvoorbeeld eens 's ochtends te gaan zitten, als je opstaat en de dag is nog leeg, om voor te stellen dat je je hoofd leegt en je hart opent en daarmee dus heel open de dag in gaat. Dus iedereen die je ontmoet, alles wat je tegenkomt op je werk, in je omgeving, in je weekend, daar open in te gaan. En dan te gaan voelen dat als je dicht bij jezelf bent op het perron, dan word je niet geraakt. Dan zit je niet in allerlei pijnen. En dan komen de invloeden in de loop van de dag. En dan zul je merken dat je, dan komt er weer iets op je af waardoor je het gaat verdedigen. Dan komt er iets af waardoor je gaat versmelten of waardoor je op de vlucht gaat. Of dat je merkt dat je vanuit die emoties, vanuit je emoties gaat handelen, in je gedachten terechtkomt of in je lichaam. En dat is een kwestie van oefenen. Oefenen. Om steeds te checken, hey, ben ik bij mezelf? En als er nu een discussie met iemand ontstaat, kan ik daar gewoon bij zijn? Zonder dat ik zie dat ik het ben. Ik ben toch niet mijn gedachten, toch niet mijn emoties. Ik ben niet wie ik ben, mijn gedachten, zeg maar. En dat je eens kijkt van, kan ik dit gewoon door me heen laten gaan? Dus ik toch weet dat ik het niet ben. Dus het toch niet persoonlijk is. Dus ik me niet mee hoef te identificeren. Dan zul je merken dat je steeds vaker en langer op dat perron kunt zijn. En kunt observeren. Dat je ziet wie dit waarneemt. En de rust. Nou, om daar te zijn is het dus goed wat ik al zei, even naar het perron te gaan. En kijk wat voor jou dat perron is. Ik bedoel, ik vind het fijn om reiki te doen. Ik vind het fijn om te mediteren. Maar ik hou ook ontzettend van om in de natuur te zijn. Of met mijn dochter op pad te gaan. Leuke dingen met vrienden en alles te ondernemen. En ook daarin kan ik heel dicht bij mezelf zijn. Dus kijk wat voor jou
belangrijk is. En neem voldoende tijd voor jezelf. Dat merk ik in deze tijd. Wat ik veel terug hoor is dat mensen eigenlijk behoefte hebben om meer tijd door te brengen met zichzelf. En dat hoeft misschien nog niet eens heel lang te zijn of een hele grote to-do waar heel veel druk achter zit en waar prestatie achter zit. Want voor je het weet zit je weer in een nieuw treintje. Maar gewoon vanuit relaxed, vanuit energie kijken. Wat heb ik nodig om nog dichter bij mezelf te zijn? En kan ik alle oordelen loslaten? Dus als je bereid bent om te kijken naar die movements en daar waar je gedachten heen gaan, je emoties heen gaan, je lichaam, lichamelijke reacties waar je aandacht aan geeft. Kijk eens of je daar wat minder mee kan identificeren, wat meer los van kan maken en gewoon kan zien. Kijk eens wat er dan ontstaat, zonder oordeel. En dat kan je opschrijven door vinkjes te tellen, door vinkjes aan te geven. Dus kijken van, oh, hoe vaak was ik dan op dat perron en wat merkte ik dan? En dan kijk je eens of je die momenten op dat perron kan vergroten. Als je op een feestje zit of festivalseizoen komt weer een beetje aan. Als je voelt van, er zijn allemaal mensen om me heen. Kijk eens of je gewoon op dat perron kan zijn zonder beweging naar iets toe te maken. Zonder er van af te bewegen, zonder er tegen te verzetten. Alles wat er komt, vanuit de flow door je heen te laten gaan. Nou, studenten die dit misschien zien, ik ben benieuwd ook naar jullie reactie en hoe dit bij jullie gaat. Dus laat me ook even weten hoe dit gaat. Voor mensen wie dit nieuw is en je denkt, een beetje abracadabra, kun je wat meer over vertellen, dan kan dat zeker. Mijn rechtstreekse e-mailadres is marjolein@zoma-opleidingen.nl. Je kan ook op de website even kijken op www.zomaopleidingen.nl, want ook dit komt onder andere bijvoorbeeld voor in holistisch therapeut en in reiki cursussen. En heb je nog vragen of denk je van nou, ik vond het wel een interessant vlog, ik wil ook wel wat weten over een ander onderwerp, dan mail me even en laat het even weten. Ik ben wel heel erg benieuwd wat je ervan vond en of je er wat aan hebt gehad. Bedankt voor het kijken en ik kom vast wel weer binnenkort met een nieuwe vlog. Succes met op je perron te zijn. Dag!